Hey mensen, je kijkt naar Spooky Station Delft en welkom bij een nieuwe aflevering van GTA Online. We gaan vandaag weer verder. Ik ben hier weer met Mr. Tune 1990 om je te vertellen over gekke nieuwtjes. En natuurlijk, Timo die reageert daar ook op. Dan, ja. We gaan weer stuntraces doen, maar dat is allemaal achtergrondmateriaal. Het ligt echt bij de nieuwtjes en ik heb echt gekke nieuwtjes vandaag weer. Welke motor? Even snel kiezen. Cliffhanger. De cliffhanger. Nou, die cliffhanger die komt er vandaag gelukkig niet. Want ik vertel gewoon alle nieuwtjes. Jammer. Ik denk leuk, ezelsbruggetje. Ja, ik hoopte ook dat ik daar een ezelsbruggetje van had, maar die heb ik niet, helaas. We hebben als eerste nieuwtje. En dit keer heb ik echt, ik kwam echt dingen tegen. We zijn nu zo ver in deze afleveringen met gekke nieuwtjes dat ik soms midden in de week dingen tegenkom. Dat ik denk, dat moet ik opslaan. Dat moet ik favorieten. Want dat moet ik gebruiken voor gekke nieuwtjes, weet je. In plaats van dat ik echt ga zoeken op de dag zelf dat we dit opnemen. Dat gebeurt best wel veel. Wat gebeurt er trouwens? Ik zag de tekst daaronder. Ben ik in mijn eentje? Of nee. Ben je er nog? Oh, je bent er nog. Oké. Nou, heb ik dat... Ik heb dus nieuwtjes opgeslagen en het eerste is dat er zijn reports dat een Olympische kajakker die aan het oefenen was voor de Olympische Spelen, die botste tegen een bank aan. Oké. Die kajakker die was lekker aan het kajakken en in het water botste die op een bank. What the fuck om die bank in het water? Ongelooflijk, hè? Ja. Hoe de hel komt zo'n bank in het water? Dat zal die fucking gasten toch moeten checken voordat ze gaan kanoën. Ja. De hel. Er zijn ook reports dat het een tent was. Dus het is een beetje onduidelijk. Maar hij is in ieder geval helemaal gekapseist doordat de spullen in het water liggen. Dat is ongelooflijk daar in Brazilië. Nou, heb ik ook reacties daarvan gelezen van mensen gewoon. En ik vond het heel grappig wat de topreactie was. Een kajakker hitting a couch that was not on my Olympic bingo kaart. Wat er allemaal gebeurde in de Olympische Spelen. Ja, dat hij een bingo kaart heeft gemaakt van dit en dat. Geniaal gewoon. Ja, het is echt crazy. De Olympische Spelen nog steeds... het gaat allemaal best wel goed. Alleen nog steeds... er zijn mensen ziek geworden. Gekke dingen gebeuren. Het wordt nog steeds overschaduwd door de gekke gezondheidssituaties in Rio. Ja, aan de ene kant mag Jordi van Gelder blijven. Is dat hij dan ja. Niet meer neer hoeft. What the hell? Ik werd ook daarna links geduwd. Dat was raar. Dan hebben we een... het land Nigeria is in shock. Echt in shock. Waarom zijn ze in shock? Dat ze niet meer mee mogen doen aan het voetbal onder 17. Oh. Waarom mogen ze daar niet meer aan meedoen, denk je, Timo? Ja, dat is inderdaad met weer... Ja, maar wat denk je? Geen idee eigenlijk. Nou ja, het valt op zich best wel, het is op zich wel logisch. Maar in Nigeria, ze hebben een hele goede onder 17 squad, hebben ze een hele goede. En de training verliep allemaal goed, maar dan komt er een MRI-test. Ja. Dan krijgt iedereen een MRI-test. En waarom doen ze die MRI-test tegenwoordig? Die MRI-test doen ze tegenwoordig om te kijken naar hun leeftijd. Dus ze kunnen daar een beetje hun leeftijd mee inschatten. En nou weet je dat er in het verleden, en we hebben ook al veel rare nieuwtjes gehad over zwarte mensen die hun leeftijd liegen. Want die zien er toch nooit ouder uit dan hun leeftijd, zeg maar. Want ja, kijk naar Will Smith bijvoorbeeld. Die is nog steeds, ik had net jaren 90 Will Smith kunnen zijn. Die heeft ook de eeuwige jeugd. Je ziet niet zo snel bij gekleurde mensen... dat ze oud zijn. Ja, hoe oud ze zijn, dat zie je niet zo snel. Dus Nigeriaanse mensen ook, die valsen gewoon hun leeftijd. Net zoals een keer dat nieuwtje ook over diegene bij die school. Ze waren geen tieners waarschijnlijk. Laten we zeggen dat 26 spelers faalden in die test. Oh my god. Die waren allemaal 17 jaar. Die waren ouder dan 17. Hoppie. Dus laten we zeggen dat 90% van dat team... was boven de 17. Dus die konden allemaal niet meedoen aan Nigeria op de 17. Hoppie. X. Ja, nou echt. Het is geniaal.
Dus uiteindelijk hebben ze 60 spelers hebben ze laten testen. Ze hebben 60 spelers laten testen. En meer dan de helft, die was geen 17. Die hebben sowieso fraude aan de leeftijd gedaan. Ongelooflijk. Dan komt echt iets heel leuks. Dit is echt iets heel grappigs. Het gaat weer over de Olympische Spelen. Ja, het moet gewoon. Het is gewoon veel Olympische Spelen, omdat het gewoon te ongelooflijk om waar te zijn is. Yep. Dat zwembad, waar ze zwemmen. Weet je wel, je hebt zo'n zwemgedeelte. Die ging groen. Dan werd ineens groen. Het werd gewoon groen, Timo. Ja. Ik zag het op televisie, echt gewoon zo'n swag zwembad. En dat was het waterpolo zwembad. Dat is nu het tweede zwembad dat al groen is gegaan. Het waterpolo zwembad is groen gegaan. Laten we zeggen dat dit ongelooflijk is. Dat is gewoon ongelooflijk dat het groen gaat. Want wat is hier nou zo ongelooflijk aan? Hier is zo ongelooflijk aan dat we ten eerste... zegt de communication director van Rio 2016, die zegt... Oh, dat is gewoon een change in alkaline. We verwachten dat de kleur weer snel naar blauw gaat. Er is geen risico met atleten. Er is totaal geen risico. Nee. Waarop de organizing body van de organisatie die zegt... Nope! De groene toon, dat is omdat er zeewier in het water zit. En dat zeewier, door de hitte en de wind, of omdat er geen wind is en door de hitte, gaat dat zeewier gaat dan helemaal bloemen in dat water. Waardoor het dus groen gaat worden. Waarop een organisatie genaamd de FINA zegt, nope. Wat lekker. Ze nopen elkaar constant. Ze zeggen, nee, het is de organisatoren die we moeten blamen. Want de FINA, dus die ook een bepaalde organisatie, niet de organisatoren, die zegt dat de watertanks niet genoeg chemicals bevatten die dat dan, zeg maar, dat water kunnen processen. Oftewel, doordat die watertank zo kut is daar, is het allemaal groen geworden. Waardoor je zou denken nu, als je dat allemaal leest, dat riedeltje, dat die communication director gewoon zegt, ja, niks aan de hand, het wordt binnenkort weer blauw. Die vullen gewoon die watertank bij. En die willen gewoon niet zeggen van, ja, we hebben vervuild water daar ingestroomd, weet je wel. Want die zegt, ja, niks, geen health risico bij atleten. Nee, helemaal niks aan de hand. Terwijl er toch echt wel wat aan de hand is met dat groene water. Dat is gewoon niet gezond. Dus iedereen geeft elkaar de schuld en iedereen die zegt over elkaar... Nope, dat is niet waar. Nope, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar, want het is dit. Nee, dat is ook niet waar, want het is dit. Nee, dat is niet waar, want het is dit. Het is gewoon lekker volwassen en ongeorganiseerd weer. Ja, het is gewoon ongeorganiseerd. Vehicle? Batty. 801. Yes. Dus ja, maar dan wordt het alleen nog maar leuker. Sowieso is het gewoon raar dat het groen wordt. Dan wordt het alleen nog maar leuker, want het internet, die gaat daar memes van maken van het groene bad. Nou kan ik die memes niet laten zien hier ook. Maar de nummer 1 meme die is gekomen, is dat... ja, wat zou een meme zijn die jij meteen denkt bij een groen bad voor de Olympiërs? Ja, Shrek water. Precies, Shrek die heeft het water... heeft hij gedeeld. Die heeft gewoon zijn oceaan gedeeld. Dat is wat men dan denkt. Dat wordt allemaal gezegd van... Oh Shrek, wat ben je aardig om het water te delen... zodat men kan zwemmen daar. Ja, dat heb je ook gekregen. Maar ook plaatjes van Shrek die in een groen zwembad zit. Van, oh Shrek die heeft even een duik genomen overnight. Weet je wel, dat soort dingen allemaal. Maar ook een plaatje van Kermit de Kikker in dat Olympisch zwembad. Die zingt... It's not easy being green, weet je wel. Zijn bekende nummer, It's not easy being green. En dan zit hij daar te dobberen. What the fuck? Wat? Je stuit in de fucking hand. Physics slaan. Heb jij echt gewoon stuiterende banden of zo? Ja, physics slaan er helemaal nergens op. Ja, physics. Stuiterbalrubben. Physics slaan nergens op in deze game. Dat je hebt echt stuiterbalrubben banden, denk ik. Yep. Only in GTA. Yep. Ah! Oh my god. Maar we gaan er Wat is dat nou, Timo? Groen water, kom op. Ja.
Come on. Ik bedoel, ik heb er geen verstand van. En ik zie dat het niet goed is. Bank in de oceaan. Ja. Dat snap ik dus echt niet. Ze gaan toch die water checken voordat de... Ja, laat me zitten. Wat? Gewoon puur omdat ik dat randje raak, hè? Ja, maar je ging recht omhoog. Ja. Ik stoelde mijn kop nog tegen die buis. Gewoon goed dat ik een helm op heb. Dit ziet er zo slecht uit. Dat is echt niet normaal. Maar wat ook nog erg is en ook niet verteld is door de local of door de media hier bijvoorbeeld in Nederland, is dat de press-tent waar de press was, die tent, die is gewoon beschoten. Oh. Ja, die hebben ze gewoon beschoten. Ze hebben gewoon... er was iemand die gaten in die tent schoot waar gewoon de pers was. Gewoon voor de Olympische Spelen. Is helemaal in de doofpot gegaan. Want ja, men wil niet een slecht iets over Brazilië hebben. En er is zoveel dat in de doofpot gaat, maar... Ja, maar er zitten ook zoveel favelas daar of zo. Ja, die favelas die zijn al helemaal crazy. Die zijn helemaal favelas. Dat zijn vervelend. Die zijn vervelend, ja. De favelas zijn vervelend. Nou, daar heb je wel gelijk bij inderdaad. Maar goed. Dan hebben we iemand uit China. En iemand uit China, die man blijkt geëxecuteerd te zijn 10 jaar geleden. Die leeft nog, maar die blijkt geëxecuteerd te zijn. Wat blijkt, er is een crimineel met dezelfde identiteit. En die crimineel heeft dezelfde naam, maar zelfs hetzelfde identiteitsnummer. En die wordt gezien als, als dezelfde persoon. Dus die wil wat aanvragen. Ja. Wat wil die aanvragen? Ik rijd naast de baan dat ik moet lezen. Vraagt aan. Hij wou een nieuwe baan. En dus hij applied daarvoor. Voor die nieuwe baan. En ineens is het zo van, je bent al dood. Je bent geëxecuteerd. Je hebt een strafblad enzovoort. Ja, nou, hij dacht van, nee, echt niet hoor. Dat is niet waar. Ik leef hier nog. Dat is ook wel logisch dat je dat denkt als je nog leeft. Hoi, sta je daarvoor? Ja, precies. Nou ja, die man is blijkbaar dood. En ja, dat gebeurt best wel vaak in de wereld, merk ik. Want ik heb het heel vaak over dat soort mensen. Die is van, maar meneer, u bent dood. Dan hebben we een psycholoog. En die heeft mooie... hoe noem je dat? Therapieën, weet je wel. Die psycholoog doet goede therapieën. Maar dit is wel een aparte. Die gaat misschien ook wel zijn baan kwijtraken. En waarom gaat hij zijn baan kwijtraken? Hij gaat zijn baan kwijtraken omdat hij hun patiënten... Ik hoop echt niet dat jij ooit zo'n therapie krijgt. De patiënten van hem, die laat hij met billen bloot. Die moeten met hun billen bloot. Dat vind ik aan de persoon nog niet erg, maar wat komt erna? Die met de platte hand worden geslagen. Ja, dat gaat dus niet gebeuren bij mij. En hij schreeuwt dan, feel the shame, feel the guilt, let it sink in. Zo van, je moet het even voelen wat je allemaal doet. Ja. En dat gaat bij mij dus niet gebeuren. Feel the guilt, iemand, pat, feel the... Dan is het anger issues die komen dan even weer en dan... Precies. Ja, dat is ongelooflijk natuurlijk. Nou, die kan misschien wel iets verwachten natuurlijk. Dan is er nog een man die heeft 27 vrouwen en 145 kinderen. 59 jaar is die. En er is nu daar in dat land iets van... er is in heel veel dingen verbannen dat je meer dan 1 vrouw mag hebben. Nou, hij heeft dus 27 vrouwen. Er is hem gevraagd, wil jij dat die regel doorgezet wordt? Weet je, aangezien hij dan een beetje de counterpart daarvan is. Hij zou... hetgene zijn wat tegen de regel zou zijn. Dat je maar 1 vrouw mag hebben. Aangezien jij zoveel vrouwen hebt. Maar hij zegt. Nee. Dat moet wel zo zijn. Dat je maar 1 vrouw hebt. Huh? Wat al heel apart is. Want hij heeft heel veel vrouwen. En waarom vindt hij dat? Omdat vrouwen zonder die regel kunnen worden uitgebuit. Zegt een man met 27 vrouwen en 145 kinderen. Wie is hij nou aan het uitbuiten? Ja, oké. Nou ja, daarom is het ongelooflijk nieuws. Het is ongelooflijk. Dan, aangezien we al eigenlijk klaar zijn, wil ik het nog hebben over een derail train car. Een trein werd gederailed, dus die ging van het spoor af. En waar botst hij in? In een kroeg/herberg genaamd Derailed.
Pardon. Ik bedank jullie voor het kijken. Laat een duimpje omhoog achter. En dan spreek je de volgende keer weer bij een nieuwe GTA Online. Tot de volgende keer, guys. Doei, doei. Doei. Bye. Een heel, heel cool verhaallijn moet het zijn. Zij is echt jaren mee bezig geweest. Mensen dachten dat het nooit af zou gaan. Men verwacht wel dat Nintendo dat flink gaat zoenen. Aangezien het dus gewoon een volledig free-to-play Pokémon game is. Wat Pokémon maar te zeggen of een Nintendo zit al... Ja.